na de dinsdag dat Cambuur verloren heeft van RBC met 0-2. Rampzalig voor Cambuur, zeggen sommigen. Maar we zitten natuurlijk ook een paar dagen voor de wedstrijd tegen RBC thuis. En dan met Cambuur het recht zetten natuurlijk. Wij praten even met het geweten van Cambuur in de koffiehoek. Boetes, ja, jongen. Echte Cambuur-fan, hè? Hart en hier. Tuurlijk, tuurlijk. Ik ga overal met heen, jongen. Mijn ogen, als we volgend jaar in de Europa Cup zitten, dan ga ik ook met, hoor. Europa Cup is wel een beetje hoog gegrepen, ja, hè, voor dit Cambuur op dit moment. Ja, we blijven er wel in, jongen. Hoef je niet over in te zitten, dat komt beklagen. Afgelopen week ook bij RBC geweest? Nee, want daar zat ik op Schiphol. Moest de keizer van Japan ook welkom. Afgelopen dinsdagavond. Huh? Dik verlies van Cambuur, 2-0. Matte vertoning werd er gezegd. Geloven wij er naar in hier bij de praatploeg van Cambuur? 5-0. Nou, dat wordt moeilijk natuurlijk. Ik bedoel, je weet er van tevoren, als we daar winnen en die spelen gelijk, of die spelen gelijk, laten we het zo even stellen, dan heb je nog een kans, of dan hebben we een mooie kans, en dan thuis een paar keer winnen, nou, dan zitten we goed. Nou, en dan krijg je dus de domper hier overheen. En ik was zeer teleurgesteld. Gezien het spelbeeld. Als je verliezen en je hebt een totale inzet en je zegt, ja, die andere ploeg is beter. Die was natuurlijk ook veel beter. Maar dan zei dan nog kan je er een beetje genoegdoening aan hebben. Maar de manier waarop dit gebeurde, en ik heb die samenvatting zien, maar ik was erg teleurgesteld, ja. Het was niet het Cambuur wat wij kennen? Nee, absoluut niet. Ze werden op, in wezen, wat ik dan in die samenvatting zie, op alle fronten werden ze afgeroefd. Nou, dat laat je niet lekker. Maar wordt er nou echt veel praten over Cambuur, of gaat het meer over koetjes en kalfjes? Dat gaat van alles met elkaar eventjes jennen. Dat doen we er ook dan wel even bij. En dan praat over het voetbal. Nou ja, de ene heeft die mening en de andere heeft die mening weer. Ja. Maar het is over het algemeen is het gunstig, ja, voor Cambuur. Nou is het niet gunstig voor Cambuur natuurlijk. Nee, hoe Cambuur ervoor staat op het ogenblik? Ja. Ze hebben tegen Zwolle, de hersen uiteindelijk al zitten laten voor de rust. Na de rust waren ze een stuk beter, maar voor de rust lieten ze uiteindelijk al zaken toen. Als ze daar voor de rust gespeeld hadden, zoals na de rust, dan hadden ze gewoon. Nou, tegen Excelsior zeiden we, nou jongens, we gaan er hartstikke mooi doorheen. En wij blijven gewoon in de Eredivisie, of tenminste de KPN Telecompetitie. Maar Jum zal hier nog wel praten over de Eredivisie. Nou, praten erover, die wordt al klein. Ik weet niet wat het is. Morgenavond verhoort, dan hebben we een kans, maar anders dan is het af en sluiten. Nou ja, dan kunnen we nog rekenen dat RBC nog een keer verliest tegen Zwolle en Excelsior, maar... Oh, dat zie ik niet zo in. Dat zie ik niet zo in, dat RBC dat die... Dat, nog al, dat die het haalt. Nou hebben we dus een zeepert oplopen tegen RBC. Ja. Zullen de man weer motiveerd worden kennen? Om nog deze wedstrijd vol tegenaan te gaan? Ik hoop het wel. Maar de laatste tijd is het nog. Ze zakken gewoon in elkaar. En het spel is lang niet meer wat het er geweest is. Het samenspel niet. Het is allemaal één voor één die eigen goal maken. Ja, het is keihard werken, maar samenspelen er niet meer. Werken doen ze goed. Maar het samenspel, dat is er niet. Hopen dat het vanavond of morgenavond dat het wel goed gaat. 3 wedstrijden, 4 punten. Het is te weinig. Het is veel te weinig. Daar gaan er minstens 5 geweest worden. Aanstaande vrijdag morgenavond met Cambuur spelen tegen RBC. Afgelopen week een dikke zeepert oplopen, ja, daar met 2-0. Ja. Wat gaan we aanstaande vrijdag doen? Winnen. Gewoon winnen? Ja, gewoon winnen. We winnen. Op basis van inzet, op techniek? Nou, ze hebben het nou zien hoe het moet. Ik bedoel, ze lieten altijd die vleugels die lieten ze lekker komen aan ze. Maar dat zal ze wel anders doen. Ik bedoel, maar Cambuur kan nog wel een klein beetje voetballen. Nou, dat ging zo raar daar in Roosendaal, maar ik bedoel, ik zie het hier wel zitten. Dus Cambuur gaat het redden? Ja hoor, redden, deze wedstrijd wel, ja. En hoe zit het met de na-competitie, redden we dat? Ja, na-competitie, ja, je weet het niet wat Excelsior aan de Zwolle doen. Je zit ook al met doelgemiddelen. Als ze nou aanstaande vrijdagavond winnen, dan heeft ze toch een eigen hand? Ja, en dan Excelsior hier thuis, nou ja. Voor de jongens valt er misschien niks meer te halen, je weet het niet. En misschien is het Zwolle op eigen trein hun best nog even doen. Maar dan zeg ik, dan moet het in Zwolle uitvochten. Cambuur Zwolle. Mogen wij nou tevreden wezen dat Cambuur in deze pool zit? Of hadden we beter in de pool zitten van Groningen?
Nou, ik vind Emmen en Groningen, dat vind ik wel snelle ploegen hoor. Ik bedoel, ze mag het niet weten dat ze hier zitten. Volgens mij. Dus dit is in feite de lichtste pool? Nou ja, dat lichtste wil ik niet zeggen, maar ja, volgens mij wel, ja. Het is jammer dat we hier zaterdagmorgen niet even wezen kennen, want dan is de praatgroep gesloten. Ja, maar dat ligt er ook aan natuurlijk van, dat zou je dus eventueel wel kunnen afspreken, maar dat ligt hem helemaal aan die uitslag van vrijdagavond. Want, ik bedoel, als ze het vrijdagavond niet vinden, dan is het helemaal afgelopen. Dan zie je die jongens misschien de hele week niet meer hier. Is het zo bar? Ja, zeker, want er zijn er hier mensen bij zeggen die praten alles recht wat krom is. Ik bedoel, maar er is vast wel één die de schuld krijgt. Of de scheidsrechter, of de grensrechter, of de trainer. Maar ja, dat ligt er nooit aan de spelers. Maar als we nou zien wat die van inzet toont hebben van de week tegen RBC, dan zeg ik van ja, dan hadden ze misschien eerst nog 14 dagen even op vakantie moeten. Er zit zo weinig tijd tussen, hè? Tussen de gewone competitie en de na-competitie. Maar ik bedoel, maar het zijn nou allemaal jonge jongens of niet? Ik bedoel, maar die moeten toch minstens 2 wedstrijden in de week kunnen spelen? Hè? Ik bedoel, maar als je onder de balen moet lopen de hele week. Hè? Een straatmaker, is die niet moe? We blijven wel fan van Cambuur, hè? We blijven natuurlijk. Hè? Maar ik vind die inzet, ze moeten die graszoden mee opvreten. Hè? Inzet tonen. Leuke uitspraken. Ja, dat zijn hele mooie uitspraken, ja. Nou, we redden het op vrijdag. Daar ben ik van overtuigd. Kruis die had die jongens zo scherp zet. En die jongens weten zelf ook wel dat ze fout wees binnen. Dus die gaan er voor 200% tegenaan. Dus dan kom ik gelijk bij RBC in punten. Nou, het Zwolle Excelsior die knokt misschien voor zijn laatste kaars. Hè, want die hebben maar 1 puntje. Kan ook op 4 punten komen. Dus dan hebben we 4-7-7. Nou, dus dan is er alles is er nog mogelijk. Moet RBC moet tegen Zwolle. Thuis. Nou, RBC is thuis moeilijk hoor. Vergis je daar niet in hoor. Dan nog een gelijk speltje wordt. En wij winnen dinsdag met we tegen Excelsior. Nou, dan, ik denk dat we dan een heel eind heen binnen hoor. Dan ziet het er goed uit. Tenminste, als het zo gaat zoals ik het in het hoofd heb hoor. Dan ziet het er goed uit. De hele middag, de hele avond. Kroegje in, kroegje uit. Zij in de trouwjapon. Ja, in de trouwjapon. Op een wijze zaten we jong prachtig jongen. Vast voor een dikke nou. Dat vergeet me nooit weer.